Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Het is eindelijk zover. We hebben alles klaar liggen. Rugtassen, cadeautjes en ook rugtas voor peutertjes. En we gaan zo met 2 uurtjes gaan we richting het asielzoekerscentrum in Rotterdam. En we gaan nu even de auto inpakken. Voor de mensen die willen weten wat we allemaal gaan geven. Deze rugtassen zijn voor de oudere kinderen. En daar zit gewoon een notitieboekje in met een pen. Deze tasje zitten kleurboekjes in. Met, even kijken. Ik laat jullie even zien. Er zit dus een kleurboekje in. Stiften. Springtouw. En een bellenblaas. En even kijken. Dit pakketje is dan toevallig voor een meisje. Er zijn dus verschillende pakketjes voor jongens en voor meisjes. En we hebben de aantallen allemaal van het asielzoekerscentrum meegekregen. En dit zijn de tasjes voor de heel jonge kindjes. Voor de peutertjes. Even kijken wat hierin zit. Hier zit een beker in. Een bellenblaas. Van die stiften, maar die zaten eigenlijk al bij deze tas, want dan kunnen ze hun eigen tas, zeg maar, ontwerpen. En een tekendoos van Disney. En ook een springtouw. Voor deze categorie konden we veel makkelijker cadeautjes geven, of ja, dingen kopen. Want ja, er was gewoon veel meer te vinden dan voor de oudere kinderen. En ik heb stipjes erop getekend, zodat ik weet of het voor een jongen of voor een meisje is, want het is best wel lastig hoor. Ik heb me net klaargemaakt, let niet op de rotzooi hier. Ik heb een topje aan van Misguided en een rokje van Puma. Nee, oh mijn god, ik zei een rokje van Puma. En een rokje van Primark. Sorry, gisteren heeft Nessie dus allemaal shit gekregen, shit. Allemaal echt heel leuke spullen gekregen van Primark. En er zit nog zo in mijn hoofd dat ik zei dat ik een rok heb gekregen van Puma. But it is Primark. Nessim heeft de auto helemaal ingepakt. We gaan zo lekker vertrekken. Ik heb er echt zin in. Ik ga nu weer wachten. Dat hebben we eigenlijk al zo'n 2 weken gepland. En ik was me al. Ja, ik was al best wel een tijdje aan het voorbereiden hiervoor. En het is eindelijk zover. Dus ik heb er echt zin in. Ik heb vandaag mijn nieuwe Gucci bril af. Ik heb nog niet ontbeten. Dus ik heb nu een tosti gehaald met kip. En een bakje curry met ijsthee. Ik heb hier echt zin in. Wij zijn nu onderweg naar het asielzoekerscentrum. En ik heb dus, op mijn 8e heb ik gewoon 1 jaar lang geleefd in een asielzoekerscentrum. Ik ben echt benieuwd hoe dat zeg maar bijna 20 jaar later eruit ziet en hoe het er allemaal aan toe gaat. Wil je ook een pakketje anders? Nou, ik heb net zo'n pakketje gekregen. Ik zou het echt heel gelukkig gevonden hebben als kind dat ik zo'n pakketje zou krijgen. Maar ik ben echt benieuwd hoe het nou allemaal eruit ziet en hoe het er allemaal aan toe gaat. Even kijken, wij komen daar wel laat aan. We komen wel 5 minuten later aan. En dan moeten we ons melden bij de receptie. Hoe was dat in jouw tijd dan, die asielzoeker? Ja, ik heb in 5 verschillende geleefd. Maar allemaal anders. Bij sommige. Nee hoor. Ja, bij sommige was het wel een soort van campingachtige. Ja. Verblijf zeg maar, mijn andere had je gewoon echt een dikke huis en zo. Ja, wat deed je als kind dan? Gewoon buiten spelen. Ik ging ook naar school hoor. Okay. Ik ging gewoon naar school met je Nederlands leren. Maar ik weet dus niet hoe het er allemaal aan toe gaat nu. Wij moeten ons dus zo melden bij de balie. En dan komt iemand ons ophalen. Ik weet eigenlijk ook niet of ik daar mag filmen. Ik hoop het wel. Maar dan als ik daar mag filmen, zal ik natuurlijk alles voor jullie filmen. En anders blijft het hierbij helaas. Het zijn allemaal onze pakketjes trouwens achter. Kijk dan. Ik weet ook niet hoe we het allemaal gaan geven. Ik ben benieuwd hoe het gaat. Ik heb er wel echt zin in. De hele auto is gewoon bomvol. En de kofferbak nog. Helemaal vol. We zijn er nu met... Dat is er. 2 minuutjes, we zijn er al. Oh. Zit er, ja, dit ziet er echt een beetje uit als asielzoekerscentrum waar ik als laatste zeg maar verbleef. Als je zoekt centrum Almelo. Zag er ook een beetje zo uit. Almelo. Almelo. Dus we zijn aangekomen en zo ziet het asielzoekerscentrum eruit. Leuk. Leuk. Zo stil hier. Ik kwam echt op een paar ook zeg maar op zo'n plek even zitten. Denk het wel. Denk je? Ja. Denk het wel. Hey. Het is echt stil hier. Oké, wij zijn alweer terug. Ik heb inmiddels gekookt en gegeten.
En ik heb me alweer opgefrist, echt super warm. En ik zweet hem door, dus ik heb me weer een beetje opgefrist. Nesim is nu aan het voetballen met zijn vriendin op het veldje. En ja, oh ja, ik ben dus naar het asielzoekcentrum in Rotterdam geweest met Nesim. Het was echt super leuk om dat weer te zien. Het deed me echt denken aan vroeger. Ja, gewoon dezelfde sfeer. De huisjes zien er een beetje hetzelfde uit. Huizen zijn een beetje in vorm van containers. Dus ja, eigenlijk containers. Er wonen daar 400 personen, waarvan 150 à 200 kinderen. Het verschilt eigenlijk per dag, omdat eigenlijk gezinnen daar elke dag binnenkomen en weer weggaan. Wat we vandaag hebben gedaan, we hebben dus een rondleiding gekregen. Het was super leuk om alles zo te zien. Het is eigenlijk een beetje, het lijkt gewoon precies hetzelfde op het asielzoekcentrum waar ik verbleef in Almelo. Want ik heb op meerdere locaties gezeten. Maar die van Almelo leek er een beetje op. Ze hebben echt keuken in hun huisje. Wc, badkamer. Ze hebben gezamenlijke wasruimtes. En ja, wat nog meer. Heel veel activiteiten worden daar georganiseerd. Echt leuk om te zien. We hebben vandaag helaas de cadeautjes niet kunnen geven aan de kinderen. Het was daar echt heel erg rustig vandaag door het mooie weer. En iedereen heeft daar dus een eigen fiets. En ja, je kan eigenlijk gaan en staan waar je wil. Het is eigenlijk alleen een soort van opvang. Dus ze bepalen niet waar iedereen naartoe gaat. En wat ze doen op een dag. Mogen ze allemaal lekker zelf beslissen. En ze moeten zich alleen maar één keer per week dus melden bij de balie van dat ze daar nog blijven. Even over dat. We hebben vandaag dus cadeautjes niet uitgedeeld. We hebben ze allemaal daar in het magazijn achtergelaten. En ze worden waarschijnlijk deze week nog uitgedeeld aan de kinderen. En projectbegeleider vroeg me of ik daar graag bij zou willen zijn. Ja, ja, natuurlijk wil ik daarbij zijn, want ik wil graag de reactie zien van de kinderen daar. Dus daar wil ik echt nog heel graag bij zijn. Ik hoop dat ik dat nog kan vloggen voor jullie. De info. Ik mag buiten wel vloggen en zo, maar ik mag dus geen personen vloggen. Dus ik weet niet in hoeverre dat interessant is voor jullie om te zien. Maar ik mag dus eigenlijk niemand vloggen. Ik ben wel een beetje teleurgesteld dat ik vandaag de cadeautjes niet aan de kinderen kon geven. Het is een beetje slecht gecommuniceerd. Want ik dacht dat ik daar naartoe zou gaan en de cadeautjes aan de kinderen zou kunnen geven. Maar het is dus niet doorgegaan. Ik ben wel blij dat ik het heb gedaan. Het geeft me wel een beetje voldoening. En ik hoop echt dat ik nog in de toekomst veel meer van dit soort dingen kan doen. Het is iets dat ik altijd al had willen doen met Nesim. En wij willen echt nog veel meer gaan doen. Dus hebben jullie ideeën of suggesties voor ons? Of heb jij ergens hulp bij nodig? Of doe jij werk voor een goede doel in het buitenland bijvoorbeeld? Dan willen wij heel graag meehelpen. That's it. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vinden. Ik heb me dus klaargemaakt. Want ik ga dus zo naar Scheveningen met Esmee. En ik heb precies nog dezelfde outfit aan. Je ziet mijn topje niet, maar ik heb gewoon dus nog een topje aan met de rok. En ja. Okay, wij zijn fucking saus. Oh, sorry. Zijn ze je saus vergeten? Nee, wij zijn inmiddels bij de Burger King en we hebben 20 chili cheese. Hoe heet deze ding eigenlijk? Chili cheese nuggets, ja. Cheetjes. Chili cheese nuggets gehaald. Oh mijn god, 20. Maar ze zijn de saus vergeten, dus we gaan weer terug. Gaan we terug? Ja. Ik heb geen zin om terug te gaan. Oké, okay, fuck die we saus. Gaan weer. Volgens mij hebben ze een fout gemaakt, want we hebben 20 chili cheese nuggets. Toch? Proef even, zoals ze dingen kinderen hebben. Nee, voor 4,95. Volgens mij hebben ze een fout gemaakt, man. Jongens, het is zo lekker. Wacht, ik ga even focussen. Kijk, zo ziet het er van binnenuit. Zo lekker. Dus wij zijn inmiddels bij Scheveningen aangekomen. Hoi. Hi. Dankjewel. Ik heb een Sol van Desperado en dat mag ik bestellen. Oh, Het is best wel makkelijk. Het is mijn speciale drankje. Ja. Dan die cornflakes. Ja. En dan de espresso. Okay. En dan met heel veel ijs. Okay. Nou weet iedereen wat jij drinkt. Wij zijn inmiddels bij Zanzibar en we zijn hier gaan zitten, want we hebben hier dus zo'n heater. We hebben het best wel koud. We gaan hier even allemaal lekkere dingetjes bestellen. Kijk wat we allemaal hebben gekregen, jongens. Het ziet er echt heerlijk uit. Gamba's, hakballetjes, I don't know what this is. Hebben jullie allemaal gekregen? We hebben dit allemaal gekregen. Paprika dingen, denk ik, of niet? Of paprika, kip, gehaktballetjes, gamba's en kaas. En vinden jullie dat lekker? Ik hoef geen kaas. Geen kaas? Nee. We hebben nog matjes erbij, jongens. Het houdt niet op. Dit is een andere trein.
Lappie! Lappie!